Boom, kop, kop, kop. Ja, 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 en welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Vandaag ben ik gezellig samen met Timo, die is nu aan het filmen, mijn stagiair. Yo. En ja, die zit dus achter de camera. En ik natuurlijk, hey hallo. Wat gek anders als ik er niet zou zijn in mijn eigen vlog. We zijn onderweg naar de sportschool, want het is weer tijd voor de gym, het is weer tijd om te rammen. Dus ik heb net een V2'tje erin geklapt. En ik moet even eerlijk zijn, ik ben altijd eerlijk, dus ook hierover ga ik eerlijk zijn. Ik heb niet mijn ontbijtshake gehad met havermout, eiwitpoeder en bosbessen. Waarom niet? Heel simpel, de havermout was op. Als er geen havermout is, dan kan ik moeilijk op een andere manier de koolhydraten in de shake verwerken. Dus die shake zat er helaas niet in. Dus in plaats daarvan heb ik 3 broodjes met pindakaas gegeten. Wat natuurlijk ook gewoon goede voedingswaarde is. Pindakaas zit een goede vet in, veel eiwitten en het brood voor de koolhydraten. Dus op zich is dat wel een goede vervangende maaltijd. Maar het liefst heb ik natuurlijk wel gewoon mijn shake. Dus vanavond even boodschappen doen, heb ik dat morgen weer binnen. Daarnaast even een V2'tje erin geklapt natuurlijk. En dan gaan we zo meteen denk ik even de chest aanpakken. Benen. Dat gaat sowieso gebeuren. En schouders. Dat is mijn verwachting wat we vandaag gaan trainen. Nou, ben je al hersteld voor je laatste beentraining bij Joel? Zo, mijn laatste beentraining die was bizar. Die was bizar. Ik had bij Joel Beukes natuurlijk benen getraind. Mijn buffeltje ook nog eens op mijn legpress. Nou, die gast zelf is al voor mijn gevoel 100 kilo is hij niet hoor. Maar jeetje, die is wel een buffeltje natuurlijk. En dan ook nog eens met 60 kilo aan schijven erop. Dat heeft me wel geript. Oh, wacht even. Wat zie ik hier? Oh, een tunneltje. We zien een tunnel. Oeh. Oh ja, daar kan je op zich wel wat herrie maken. Dat is op zich wel geinig. Ja. Heb jij chili gegeten? Het knettert uit je uitgaat. Lekker, lekker, lekker. Ja, dus vandaag even een goede training eruit beuken. Daar heb ik heel veel zin in. Alleen benen blijven wel de training die ik gewoon vreselijk vind. Want ja, benen is gewoon zwaar. Dat hebben we aan de laatste training kunnen merken. Ik heb daar gewoon knijters veel spierpijn van. Ook al moet ik wel zeggen, ik had de laatste keer dat ik benen train ook al heel lang geen benen meer getraind. Dus waarschijnlijk zal de spierpijn nu minder zijn. Zo, even zonnetje in mijn wafel. Ja, het maar, lijkt wel zomer, maat. Het is januari. Bizar, waar hebben we het over? Maar dat weer, jongen. Als ik zou zeggen, kijk, je ziet dat de bomen niet groen zijn. Maar al zou je zeggen, het is 30 graden, zou je het geloven. Ja, nee, maar serieus inderdaad. Ik moet wel zeggen, het heeft wel zo'n winterkoudachtig gloedje. Dat voel je gewoon. Ik weet, ik kan niet echt omschrijven, maar ik zie de golden hour feeling. Als ik nu om me heen kijk, dan zie ik wel gewoon van ja, het is geen zomer. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Het ziet er warm uit. Ja, het is wel bedrog dit. Ja. Ja. En het gekke is dus ook, vorig jaar rond deze periode had ik nog een video gemaakt waarin ik op het ijs zat, ouwe. Ze gingen op het ijs, gingen we net zo lang springen tot iemand er doorheen zakte. We hebben oprecht geen ijs gehad dit jaar. Nee, het is echt, ik ijs het op, jongen. Ik wil het hebben. Nee, serieus. Ik vind het echt vreselijk. Ik vind ijs zo chill, jongen. En Max, vriend van mij, die heeft dus een knijtersgroot huis met allemaal slootjes eromheen. En die, logisch, als het onder de nul is, dan bevriest dat. En dan gaan we daar altijd op kutten. Maar ja, dat kan nu niet, weet je wel. Vreselijk, man. Misschien even een flashback naar de video. Ja. Nee, serieus, dat was echt een geweldige tijd. Dat we, ja, het klinkt eigenlijk ook echt te belachelijk voor woorden. En dat was het ook. Ja, wat gingen jullie doen, Roy? Nou, we gingen op het ijs springen net zolang tot iemand er doorheen zakte. Jee, dat is grappig. Zou ik jullie ook niet aanbevelen thuis om na te doen, want het is gewoon ook echt gewoon gevaarlijk. Was het geen zacht ijs? Soft ijs? Good joke, good joke, good joke. Ja, het was dus ook nog eens best wel gevaarlijk, maar wel heel grappig. En we waren natuurlijk wel met veel mensen, dus als er iemand doorheen zakte, wat uiteindelijk gebeurde, kunnen we elkaar wel gewoon goed helpen en zo. Dat zit er denk ik dit jaar niet in. Ik zie het niet gebeuren dat het in één keer nog gaat vriezen. Nou, meestal kan het ook nog wel gaan vriezen in februari, hè? Ja, laten we het hopen, ouwe. Laten we het hopen, want tot nu toe is het echt de saaiste winter die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Ja, het is maar waar je van houdt. Heeft het überhaupt al gevroren? Ja, er is wel nachtvorst geweest. Wel? Ja, ja, ja. Tenminste, bij mij wel. Oh, oké. Ja, het scheelt bij jou natuurlijk ook. Ja, niet dat je in je huis voelt of het vriest of niet, maar jij woont natuurlijk ook hoog, hè? Dus het is bij jou sowieso andere temperaturen dan de grond. Ja, ja, absoluut. Absoluut. Alleen ik merk het niet zo, want ik zit alleen maar binnen. Maar vorige winter was leuker. Laten we daarop houden. Ik hoop gewoon weer dat de ijs komt. Dat zou chill zijn. Maar voor nu, onderweg naar de gym en keihard beuken. We gaan voor goud. Zoals ik net al zei, in de auto. Het gaat vandaag borst,
schouders en benen worden. Het makkelijkste is dan, omdat we eventjes weer willen kijken met bankdrukken wat ik vandaag kan, dat we beginnen met bankdrukken. Laatste bankdruktraining, of laatste borsttraining moet ik zeggen. Daar ging je bankdrukken niet heel lekker. Toen deden we een poging voor 125, lukte niet. 120 lukte niet en 115 lukte niet. Dus we gaan het nu op een andere manier opbouwen. Ja, we gaan even 120 sowieso pakken. Ja, daar gaan we sowieso voor. Dus we beginnen nu met 60. Dat we dan doorgaan naar 80, 100, 120. Yes. Toch? Ja. Laten we hem zo gewoon doen. Als 120 echt makkelijk gaat, dan pak ik ja, precies. Dan 120 zo makkelijk gaat. Ja, dit is dus gewoon mijn topgewicht, hè, wat ik max druk. Nou, doe het gewoon even. Hey Joey, ik had op zijn laatste vlog zo'n poll gedaan. Oude kaps of nieuwe kaps. Ja, ja. Vertel toch? Ja. Oude scoren. Dat is me zo. 100-0. Nou ja, ik had gewoon niet verwacht. Mensen met oude kapsel, dat is niet dit, maar... Ja, ja, ik vond. Die had 20% van de votes. 80% is gewoon nieuwe kapsel. Ja, ja. Uit 97.000 stemmen. Ja, ik vind dit ook wel 80% beter. Ja. Nu ben je met zo'n boyband. Zo'n boyband. Hoi, hoi, hoi. Nou, wat eventjes over mijn nieuwe kapsel. Dit is dus zeg maar mijn nieuwe kapsel. En ik heb ook weer de afgelopen vlogs heb ik weer mijn oude kapsel een paar keer gerokt. En ik had dus ook een poll gedaan, een van mijn laatste vlogs. Ik weet even niet meer precies welke het was. Volgens mij dat ik ging koken met mijn vriendin. Ja, dat was het toch, Timo? Geen flauw idee. Ja, ik ging koken met mijn vriendin. En toen ging het erover. Toen ging het erover, over mijn kapsel. En toen had ik een poll gedaan met zo'n i'tje, weet je wel. En toen was het echt 80% voor de foto's was voor dit kapsel. En 20% voor het oude kapsel. Laten we gewoon gaan neuken! 80 kilootjes, Roy. Hoeveel kilootjes weeg jij? Ik weeg 79 alweer. Ja, zo, maar jij hebt best een kilo. Ja, je hebt nu gewoon mij vast. Yep. Hoe voelt het tot nu toe? Is het je dag of denk je van het is weer zo'n off day? Ja, dat is wel een dag denk ik. Ja, dat gaat echt heel simpel. Van de week had je ook een dagje dat het wat minder ging met drukken. Ja, dat was de laatste borsttraining. Nou, het ging echt niet eens wel goed. Ik had 110 kilo gedaan. Alleen de 110 kilo was echt easy. Alleen de sprong van 110 kilo naar 125, dat is gewoon 15 kilo erbij. En een nieuwe PR zou dat al zijn. Was denk ik gewoon een te grote sprong. En daardoor lukte het niet. Toen zakte ik helemaal in. Want toen gingen we daarna nog 120 doen. Na de 125 boog gingen we naar 120. Nou, dat is natuurlijk super zwaar dat je 125 had geprobeerd. En daarna nog 115. Dat ook niet. Maar die lukte net aan. Ja, we kwamen ook wel mee dan regelen. Weet je, ik liet die 125 kilo echt werken en die 120 kilo helemaal. Ik denk dat wel 5 seconden. Ja, dat is zeker. Ja, dat is dan ben je leeg. Ja, ik heb ook echt spierpijn gehad ervan, man. Ja, dus dat is normaal. Naast de eerste dag dat zeg maar de hele spierpijn gewoon weer compleet weg is. Zeker. 100 kilootjes. Kom op, Roy. Vandaag zit het wel in op zich. Ja. Kom op, Roy. Kijk, hij is veel. Oké! Hop, kom op! Kom op! Duwen! Oh, net aan, niet joh. Hij heeft wel niks. Hij heeft wel een microfoon nodig, niet waar? Hij heeft een microfoon nodig. Wie ik? Ja, heel erg. Kom op, man. Kom. Ja. Kom op. Kom. Zo. Werken, jongen. Op. Nog één. Kom. Ja. Dit helpt voor mij ook echt goed. En niet onderschatten. Waarom doe je dit precies eigenlijk? Ja, dat is echt chill. Oké, je borst even een beetje oprekken. Een beetje spanning erop zetten. Bloed erin pompen. X-Men. X-Men, ja. Daar gaat die 110 kilootjes. Alsof het niks is. Kom, okay. Gaan, afsluiten. Kom. Goed, kijk, focus. Makkelijk. Kijk, ja, recht omhoog. Kom. Dus we kunnen concluderen, jongens, dat 115 één keer alleen is gelukt en 110 één keer alleen is gelukt. Uiteindelijk allebei een setje van 3 keer, wel met hulp natuurlijk, maar ik ben niet ontevreden. Ik ben niet ontevreden en ik denk dat het alleen maar weer beter gaat worden vanaf nu. Want vorige training worst lukt 115 niet, 120 niet, 125 niet. Nu lukt alleen 120 niet, 115 wel en 110 wel. Met wel zware herhalingen de hele tijd. Goed opgebouwd en weer goed afgebouwd. Dus prima sessie. Door naar de squats. We beginnen met 60 kilo even opwarmen. Je pakt hem nog steeds lekker breed vast. Juist. 80 kilo. 80 kilogram. Dat is 80.000 gram, hè? Ja. Dat is wel veel. Dat is wel veel, hè? Hups, oké. Kijk die billetjes eens even gaan. Huppa. Ik
vet kulkontje van hem. Ja. We gaan weer ons naar de set die mij vorige week echt gekild heeft. De 100 kilo squats. Dat is geen kattenpis. 8 herhalingen, daar ga ik voor. Laat zien. Goed zo. Kom. Maximum. Kom. 6. En nog bij je. Kom. 2. Kom. Kom. Laatste. Kom. Helemaal alleen. Maak je kop. Kom. Kom. Juist. Hey Roy. Hè? Is je band lek? Is je band wat? Is je band lek? Oh ja. Ja, heb je er nu al last van? Ja, ik loop weg van de squat. Walking into the weekend. We zijn nog niet klaar. We gaan nu door naar de leg press. En die gaan we in combinatie doen met kuiten. Dus dan moet je je tenen onderaan zetten op de plaat. En dan zak je zeg maar zo erin. Ja, je gaat zo meteen zien. Calf raises heet dat toch? Van op je tenen staan zeg maar. Ja. En dan op die plaat. Dat is belangrijk met de billen. 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 Ik ja. Kijk eens even hoe soepel dat gaat. Juist. Ja, goed terug laten komen. Dat hij goed rekt en goed erop staat. En dan pak je echt die volledige kuit aan. Zometeen, als je dan weer in de auto zit, dan ben je al je kracht heb je niet meer onder controle in je been. En dan druk je toch op die rem straks, jongen. Ja, gril je benen, want ze stuiten. Ja, ja, ja. Moet je look at this sweat? Spaghetti. Sweat spaghetti. I'm sweating. Tweede ronde. Voelt zo lekker, jongen. Ja? Ja, maar het voelt zo goed. Maar lekker in de zin van dat je kuiten voelt werken of ja, gewoon... Ja, ja. Kijk, die gewichten ook gaan. En dat met je kuiten. Zo! Dat bloed, hè. Oh! Zie je? Dat wat druk zijn. Oh! Donald Duck. Oh! Wow! Voel wat erop zit, jongen. Is het een weekend op de kuiten? Je loopt erbij alsof je net met je anus op de afstandsbediening van de tv bent gaan zitten. Of dat je gewoon echt dat puntje van je drol voelt kietelen aan je katoen, weet je? Ja, ja, ja. Zo handje ervoor, handje. Hey Roy, moet je poepen? Ja, dit gaat best soepel eigenlijk. Denk je dat het super goed was als je kuit verdrengt? Ja. Jij kuit? Ja. Wauw. Wauw. Jongens, ik ben echt helemaal kapot. Die benen, jongen, dat hangt er altijd zo knijtzwart in. We hebben de bovenbenen stuk gemaakt met die squats, met die leg press. Daarna nog de kuit even zwaar aangepakt. En nu is het nog eventjes tijd voor één laatste oefening waarmee we de schouders even kapot gaan maken. De cable cross. Let's go. Nou, mochten jullie afvragen waarom dit de cable cross heet, ik denk dat het wel voor zich spreekt. Ja, wist je dat deze oefening ook zijn eigen race toernooi heeft? De cable cross. Word jij hier nou nooit moe van? Ja, meestal als ik alleen met hem ben, doet je dit niet, man. Nee? Nee, dan zo stil, weet je. Ik lach nog niet. Ja, Joey lacht op niks. Nee. Joey is een heel onder van dit soort dingen. Ja, bijna. Kijk, Joey, als je het nou weer in één keer doet, hè? Oeh. Ik had hem een keer op een mooie vraag. Are you good, bro? Oh, bro. Ik ben echt dead, bro. Ik zweer het, op dit soort momenten, ik voel mijn benen gewoon trillen. Gewoon letterlijk. Ik voel gewoon als ik kom op een rempedaal, zo... Ik heb zelfs mijn handen gewoon. Straks als je remt, dan is het gewoon... Dit soort momenten is het allerlekkerste om in deze prachtige auto lekker naar huis te rijden. En dit zijn ook de momenten dat ik natuurlijk wel even mijn motor gewoon geluid laat maken. Kleppen open, lekker op dynamic, oftewel op sports rijden. Heerlijk, maar niet al te agressief. Ik wil gewoon wel het geluid maken. Je wordt gewoon een beetje zen van het sporten. Ja, maar ja. Ik rijd wel gewoon heel chill naar huis. Dat ga je wel merken. Alleen wel met geluid. Ik ga mijn stoelverwarming uitzetten, anders word ik misselijk. Ik zet hem op 18 graden. Ja, ik heb dat de laatste paar keer dat ik bij jou in de auto zit, dat merkte ik ook. Als ik hem aan had, dan word je misselijk. Nou, ik word misselijk als ik veel gesport heb. Als ik niet gesport heb en ik zet hem aan, ouwe, dan ga ik heel lekker erop hoor. Dan kan ik het liefst de hele... Ja, maar ik word gewoon misselijk als ik hem gewoon zonder dat ik wat dan ook gedaan heb. Ja? Ik word gewoon misselijk van stoelverwarming. En ja, dan heb jij waarschijnlijk ook gewoon dat jij een... warmbloedig dier bent. Ik ben serieus gewoon warmbloedig. Ik heb geen flauw idee. Ik heb echt bestaat ongetwijfeld absoluut niet. Maar ik ben iemand die het zo knijtersnel warm krijgt. Dat is niet normaal. Echt. Ik zweer het jongens. Als je mij misselijk wil krijgen. Op een hele snelle, effectieve en makkelijke manier. Dan moet je mij achter in je auto zetten. En heel hard in je ballen trappen. Nee, nou, ja, dat ook waarschijnlijk. Maar ramen dicht. En de verwarming ziek warm. Gewoon echt op een level.
dat op een gegeven moment gewoon niet uit te houden is in de auto. En mijn ramen kunnen niet open, dan ga ik gewoon dit over mijn nek in je auto. Ik zweer het. Ik heb het één keer meegemaakt laatst. Dat was met Don in de auto. Dat was in zijn vlog overigens. Toen gingen we benen trainen zonder dat ik had ontbeten. Wow, dat heb ik geweten, jongen. Dat heb ik geweten. En ik had toen de mazzel dat ik toen bij hem achterin de RS6 helemaal lang uit kon liggen. Met die twee climate controls die ik ook in mijn RS7 heb, vol op me gericht op allerlaagste stand. Dus toen voelde het gewoon net alsof ik in een vriezer lag. Maar daardoor werd ik weer helemaal de oude, weet je wel. Maar als ik toen in de verwarming ging liggen, had ik zijn hele auto ongekotst, 100%. Zo, Timo. Bandtrainingen. Band, ja, ik heb echt veel gedaan. Ik ben helemaal kapot. Weet je wat niet normaal is? Dat het gewoon 5 uur is geweest. Ja, het is zo fucking donker, gek. Nee, juist niet. Het is juist heel licht. Vorige week was het gewoon donker nu. Ja, dat is wel waar trouwens. Ja. Dus. Oké, okay. Wil je verder nog wat kwijt of was dat het? Zo, hij ruikt ook. Hij ruikt een beetje naar fristie. Nee, ik heb, dat is mijn eiwitshake van vanmiddag. Oh. Dat is blueberry. Ja, dat proef ik er wel aan terug. Helemaal geen verkeerde geur op zich. Nou, moet nog één. Ja, ik heb weer fristie gehad. Het is echt niet verkeerd. Gewoon die aardbeien fristie smaak. Yoki, zo heet het. Yoki. Ja. Yoki. Dronk jij dat veel vroeger? Nou, mijn broer was er helemaal gek van. Ik werd er altijd misselijk van. Ja? Ja, ik werd altijd misselijk gewoon van. Als het warm was zeker. Ja, het is gewoon, ja, dan helemaal. Nee, maar het is gewoon te veel suiker zit daarin, gekkerd. Ik was al zo'n druk kind, dat ging ook eens Yoki drinken. Nou, dat ging niet goed, hè? Gaat niet goed, mijn broer. Ja. Zo, Roy zet de auto weer op zijn plek. Ja hoor, hij staat erin. En nu is het meestal het momentje dat Roy even kan rechten. Ja, dat ding wil best prullen, hè? Ja, gast. Dat wil best prullen, gewoon. Vooral die stoelen, man. Dat is zo lekker. En denk je echt van, joh Roy, je hebt zo'n auto en dan heb je het nu over je stoelen. Maar echt, ik heb nog nooit in een auto gereden met zulke lekkere stoelen, man. Je verdwijnt er helemaal in. Zoals net, ik zat zo lekker, ja. Zo loungy, muziekje. Ja, ik ga geen namen noemen, maar één opmerking is me echt bijgebleven van iemand. Je zei, wat vind je het mooiste aan mijn auto? En die zei dat je boksen het mooiste waren. Ja, die Bose speakers. Ja. Die zijn ook wel hard. Hier, kijk. Bose. Ja, ze kijken wel een beetje boos. Als ik er naar kijk, word ik altijd een beetje rood, word ik altijd een beetje blozen. Nee. Denk je dat Edgar en Scoopy al hebben geplast? Of moet je die even uitlaten? Nou, deze grap kan je er beter uitlaten. Ja, hoor. Ja, maar kut. Ja, die was wel goed. Wat een bak, hè, die auto. Maar niet zo'n bak als de prullenbak. Nee, ik hoor thuis bij die bak. Maar jij hoort thuis bij deze bak. De prullenbak. Oké. Let's go, boys! Woehoe! Pas niet, ik ben daar. Ik pas er al niet in, maar jij er al helemaal in. Die Timo is echt een boom, gek. Hoe lang ben jij? Ik ben Jij raakt serieus gewoon bijna het plafond, dat scheelt echt maar niet veel. Maar als ik jou film, hè, dan is het zeg maar, ik film net niet over je heen, hoor. Nee, maar even, ik denk, mag ik schatting doen? Ja. Kijk, als hij de lift... jij moet hem net niet bukken als je de lift in wil. Nee, ik denk dat jij 1,96 bent. Ja, iets langer. Iets langer nog? Ja. Nee hoor, dan ben je langer dan Rico Verhoeven, gek. Ja, klopt. Rico Verhoeven is 1,96. Dat was letterlijk het eerste wat me opviel dat we bij hem waren. Dat ja, hij is gewoon 1,96. Jij bent langer dan Rico Verhoeven. Ik ben bijna 1,99. Net niet. Wat de pauper f***. Ah, ziek hè. Yo, jij bent echt één lijpe boom gewoon. Ken je die film van Lord of the Rings met die wandelende bomen en die kan ook kunnen praten en zo? Ja, dat ben jij jou, met die twee hobbits erop. Ja. ik ben één van die hobbits. Ik ben Frodo. Ik zit op jouw schat. Dan zie jij zo. Oh, Roy. Roy. Hey, alles lekker. Yo man, alles lekker. Bro, deze lucht. Jezus ouwe. Oh my days. Ik weet dat je veel poep praat, maar dit is wel echt een hele zak vol. Wat een shit, sorry. Echt hoor. Jezus, man. Het weegt dus echt gewoon minimaal 3 kilo. Dit komt gewoon allemaal uit die kat, hè. Dit is een week. Gewoon. Allemaal uit zo'n poesenanus. En normaal moet je dit dus allemaal graven als je niet zo'n robotkattenbak hebt. Holy damn, bro. Good shit. Dat is echt nog steeds mijn beste time investment ooit geweest, omdat ik die kattenbak heb gekocht. Ja, snap ik. Ik zweer, dat ding was €520. Die Litter Robot Kattenbak. Maar het is meer dan de investment waard geweest, jongen. Qua tijd, wat dat scheelt. Wow. Boom. Jeet. En je kan gewoon weer 4x12 en je bent weer thuis.
Ja, ik wou net mijn sokken aan doen, maar je zegt dat niet nodig, joh. Nee, hij wil zijn schoenen al aan doen. Oh ja, dat bedoel ik. Dat hoeft helemaal niet. Nee. Na het vuilnis weggebracht te hebben, heb ik nog lekker gegeten natuurlijk. Mijn gouddroog maaltijd, kip met rijst en groenten, dat was top. En daarna nog even in mijn studio gewerkt. Wat dingetjes afgemaakt, wat video's in de render gegooid, et cetera. Beetje het standaard verhaal. En nu is het voor mij weer lekker tijd om te gaan slapen. Om gewoon weer dat goede ritme te blijven. Want het goede ritme, daar begin ik nu langzaam weer in te komen. Dat ik in ieder geval weer maximaal 10 uur 's ochtends mijn bed uit ben. Want dat is een ritme wat ik chill vind. En ik vind het niet chill om pas om 2 uur 's middags wakker te worden. Of nog later. Of 1 uur 's middags of 12 uur 's middags. Dat vind ik gewoon echt te laat. Dus dat ritme wil ik vasthouden. Dus daarom ga ik de vlog nu lekker afsluiten. Beste kijkers, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk vonden jullie de vlog vandaag leuk. Ik heb dus voornamelijk gewoon getraind. En ja, volgens mij was er verder niet heel veel te zien. Maar vandaag was er verder ook niet heel veel anders te doen. Dus helaas, sorry daarvoor. Maar ik hoop dus, ondanks het feit dat het niet een hele lange vlog is, dat je hem wel leuk hebt gevonden. Zo ja, dan mag je natuurlijk belonen met een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer. En dan zie ik jullie hopelijk morgen om 4:30 weer terug bij een nieuwe vlog. En om 4:30 bij een nieuwe game video. Laters.